Een paar maanden verder en alles is klaar. Dus we hebben hard gewerkt en ik ga jullie eens rondleiden in ons nieuwe appartementje. Zo is het geworden. Een heel verschil met wat het was. Dus er is nu ook een nieuwe inkom gemaakt voor ons. En dan gaan we zo binnen. Dan zitten we hier in de garage en dan gaan we zo de trap op. En dan komen we in ons huisje met hier het salonnetje. Met aansluitend de keuken. Hier komen we in Juliette haar slaapkamer. En Juliette is volop aan het spelen. Wauw, jij bent zo mooi. Wie ben jij? Ik ben een prinses. Wauw, kijk wat een mooie boom. Die is heel mooi geworden, hè Juliette? Er wordt flink ingespeeld. Ik ben er elke dag een half uur mee bezig om die op te ruimen. Maar ja, dat hoort erbij. Ja. En dan komen we hier bij de badkamer. Voilà. De bekisting van het bad heeft iets opgeleverd. Het is heel mooi geworden. Hier is de beroemde dressing. Het heeft bloed, zweet en tranen gekost. Maar het ziet er goed uit, hè. Ik ga jullie nog even ons geweldig uitzicht laten zien. En dan kijk wat een prachtig zicht wij hebben. Het zijn een paar heel zware maanden geweest, maar het is het echt de moeite waard geweest, want we hebben een prachtig huisje nu. Alles erop en eraan. Ik ben heel tevreden.